We zijn aangekomen naar een helse rit. Ik ga maar, meer altijd voor het plaatje. Voor het plaatje? Ja. Nou, daar val ik al af. Nou, sorry. Oeh. God. Een waterbakje. Een waterbakje. Oeh. Oh, ik sta weer voor het verkeerde huis ook. Ja, we zijn begonnen en er is ontzettend veel veranderd. Dus ik zou zeggen, kom maar even kijken. Nou, dit is het bad. Ja, we dachten een mooie plek midden in de hal. Hi! Hoi! Hoe kom jij? Ja. Kom even kijken. Even overleggen. Ik wil even overleggen, Mie. En die heb ik bij. Oh. Ja, ik ben bezig met de rondleiding. Kom er zo aan. Het is bijna niet meer te herkennen, toch? Dit allemaal. Nou ja, bijna niet meer te herkennen. Dat is een beetje overdreven misschien, maar... Kijk, die haard is al geschilderd. Hier is het plafond er ook uit. Kijk, wat een verschil, joh. Ik snap niet dat die systeemplafondetjes gaan überhaupt nog bestaan. Ik begrijp het niet. Hier zijn die tegeltjes al deels zwart geschilderd. Dit moet nog... Ook al een mooi verschil. Maar goed, de keuken moet natuurlijk nog gebeuren. Dat maakt het helemaal af. En vandaag staat helemaal in het teken van de badkamer. Superleuk. Die is al helemaal gesloopt. Oeh! En ik ook bijna. Het schiet wel aardig op hier, hè? Ja, het schiet zeker op. En dat is hetzelfde met... Voor straks het bad en dergelijke. Ja. Moeten we even esthetisch bepalen waar ze de kraan willen hebben. Ja, 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 ja. Of ja, ja. Het praktisch wil, of dat je het esthetisch wil. Esthetisch, altijd esthetisch. Ja, ja. De praktische kant is altijd beter. Snap Want esthetisch ja. Kan je ongelukken mee krijgen. Yin en Yang en Mars en Venus en dat soort geneuzel, toch? Oh, ja. Die? Ja. Nou, zo verbind nee, ik ga meer altijd voor het plaatje. Voor het plaatje? Ja. Nou, daar val ik al af. Nou, sorry. Ondertussen ga ik als echte marktplaatsjunkie naar Eindhoven om daar twee fantastische, althans dat hoop ik, barkruppen op te halen. We zijn aangekomen naar een helse rit met heel veel files en het was 25 graden ineens, dus het was echt top timing om even op en neer naar Eindhoven te rijden. Ja, ja. Toch Bill? Waar ben je? Die zit inmiddels niet meer in zijn mand. Daar is die. Kom. Spannend, want als die krukken nou niks zijn, dan gaan jullie dit ook nooit zien. Want dan durf ik dat niet uit te zenden. Oh, ik sta weer voor het verkeerde huis ook. Oké, dus nogmaals, we zijn in Eindhoven. Oké, Billy, kom. Kom. Nou. Wow, een heel huis vol met... Ik heb nog veel meer, hoor. Echt? Ik heb een hele grote opslag. Dit is Dickie. Hij houdt van spullen. Ja, daar ben ik ook heel benieuwd naar. Wauw. Wat een hoop spullen zijn dit, zeg. En dan buiten ook nog meer, waarschijnlijk. Nee, maar ook niet. Het is gewoon echt een soort winkel. Ja. Beetje een opslag. Dus het is gewoon een mooi krukje, maar er moet nog wel even het een en ander aan opgeknapt worden. Dat dan weer wel. Toch, Dickie? zijn we even ergens anders naartoe gereden en daar heeft Dickie dus een hele grote opslag vol met, ik hoop, hele gave spullen. Jeetje, joh, dit lijkt wel een soort kringloopwinkel. Nou, hier kan ik wel even een paar uurtjes vertoeven. Nou, ik ga eventjes alles bekijken. En ondertussen wordt er hard gewerkt in de keuken. En als eerste komt er een nieuwe vloer in. En daar is mijn grote vriend Koen, want de keuken wordt groen.
Hey, hoe is het? Ja, goed. En met jou? Zeker goed. Goed dat je er bent. Ik kom maar voor de keuken. Ja, dat snap ik. Top. Let me niet zien. Voor de badkamer. Nee. Kijk, dit is hem. Hier is hij. De vloer hebben we al gedaan. We hebben het tegeltje al geverfd. Ja. Yeah. Maar dat was echt een stuk minder mooi natuurlijk. Het bloeit alweer. Hè? Ik zeg het leeft alweer. Ja. Maar nu alleen de keuken nog. Nu de keuken nog. Wil je donkergroen, lichtgroen? Vertel. Dit is wat ik voor je heb. Dit is het. Ja. Je zet er nog veel meer in, hè? Ja, er zijn veel mensen zegt groen. Oh, zo. Ja, dit is allemaal hout. Nemen veel mensen wat hout, maar? Jawel. Zwart hout. Ja, oh ja, maar dat blad. Ik vind het op zich, vind ik dit blad wel prima houden. Ik ook. Ik denk dat het, als je je groen van maakt, dat dat ook wel. Ja, hè? Ja. Dus je bent wel, ik vind het ook wel. Ja. Nee, ik vind dit een beetje te licht groen. Ja. Ik vind dit wel een hele mooie kleur. RM20. RM20. Schrijf je goed op? Ja, ik schrijf het goed op. En wat voor soort geefjes? Ja, wat heb je? Waar kan het, dat staat op de site, hoor. Ja. Oké. Ja. Dus kan je die nu laten zien? Kan je hem op je telefoon laten zien? Ja. Kijk, ik vind het dus heel mooi met die zwart-witte vloer, die groene kastjes, om dan messing geefjes te doen. Oké. Een beetje goud in. Ja. Volgende week wordt er gerapt. Voor de douchecabine ging ik op zoek naar een simpel, snel en waterdicht systeem. En dat heb ik gevonden. Kijk maar. Jij komt echt als geroepen, hè? Ja, zeker. Ja, naar links. Alles weer door. Hé, hey, Rick, vertel eens eventjes, want jij weet alles over Wedi. Ik ben echt heel benieuwd. Nou, Wedi is een fabrikant, opgericht in 1983 door Helmut Wedi. En Helmut Wedi is van origine een meester tegelzetter. En toen had je een meester tegelzetter? Zo heet dat in Duitsland. Nee, dan maak je allemaal van die batten bouwen. En normaal gesproken doen we dat een houten lat stellen, gespaat er tegenaan, of dat werd opgebouwd door kalkzandstenen. En hij dacht van, dit kan en moet makkelijker. Dus hij heeft een blauwe XPS-plaat gepakt, cementgebonden laag eroverheen gedaan met een gaasbandje, stijlpootjes eronder. En dat doet hij onder de bad, stelt de stijlpootjes aan. En de tegelzetter kon gelijk aan de gang. Nou, vanaf die filosofie is hij verder gegaan van heel de badkamer, natuurlijk groter dan alleen maar dat plaatje onder een bad. Dit is restmateriaal, hè, want Matthijs is boven aan het zolderen. Wij zijn even gewoon gesmeerd. Want wij gaan gewoon deze test doen. Ja. Wij willen weten, kunnen we met dit restmateriaal en deze lijm, noem je het eigenlijk, 610, 610, kunnen wij een waterdicht mini badkuipje, of badkuipje, gewoon een, hoe noem het, doosje, nee, een bakje. Een waterbakje. Een waterbakje. Oké, daar gaan we. Dus ik zou in principe mijn eigen badkamer kunnen bouwen. Nee, want ik moet dan natuurlijk nog wel een loodgieter hebben voor kramen en dat soort shit. Dat soort spullen om aan te sluiten. Maar het is op zich. Dat is niet nodig, want we kunnen ook wat ik je al laten zien. Zo'n wand met al het binnenwerk kan al in één keer aanleveren. Scheelt je een loodgieter. De Wedi komt zo meteen dan. Ja? Dan ken ik in ieder geval aan de gang. Eigenlijk een loodgieter kun je gewoon daar kunnen deuren doen. We prepareren alles voor. Oh, Matthijs. Dat wordt omscholen.
Ik bedoel, moet je kijken, wat een ruimte. En hier en dan die nest erin, wat al helemaal kant-en-klaar is. En hier gewoon je rode spulletjes neer kan zetten. Zo, ja, ik ben met zo... Met z'n tweeën, wat gezellig. Met z'n drieën. Ja, wat doet hij nou? Dat nee, doet hij anders nooit. Echt. Nee. Echt niet te geloven. Dat doet hij anders nooit. Nee. Moeten we dan nu wachten tot het droog is? Nee, het is gelijk waterdicht. Echt? Ja. Ik zou zeggen, proberen. Het is dicht, het blijft dicht en het gaat nooit meer lekker. Wauw. Volgende week, ik weet niet wat wij hier aan het doen zijn. Maar ik ga in ieder geval shoppen bij de sanitairwinkel. En Omid maakt een geweldig wastafelmeubel.